jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Hallo. Als eerst wil ik zeggen, Lily heeft de witte Connemara gekocht. Wel. En dat vind ik leuk, want dit. Hij heet Wintermelody. Ja. En we zijn nu een soort van twins. Gewoon met de spullen die we al hadden. Dus niks gekocht. Kijk mijn starcoins, jongens. Als ik even bereken hoeveel starcoins ik nodig heb voor een paard dat ik wil gaan kopen. Oh. Jullie weten nog niet welke, maar ik wel. Tell me. Wat? Zeggen. Nee. Dan moet ik nog 6 weken wachten, jongens. 6 weken. Dat is niet leuk. Maar Star Stable. Ja, sorry hoor. Maar mensen, kunnen jullie eventjes weggaan? Sorry jongens, ik ga jullie heel even op de negeer zetten. Want dat is irritant. Want ik ben hier aan het opnemen. En ja, dat is irritant. Sorry, ook even geen vriend. Oké. Verder. Star Stable, die heeft mij op een best wel goed idee gebracht. Star Stable heeft met de paasupdate en 1 april update heeft hij een gekleurd konijntje gebracht. En dat weten jullie, die doet het nu ondertussen en ik was een regendruppel. En Star Stable heeft mij op het idee gebracht om een short movie hierover te maken. Jammer genoeg kunnen we die maar 1 keer per jaar opnemen. Dus zeg even in de poll. Ik ga er alleen vandaag naar kijken, dus doe het wel snel. Zeg in de poll of jullie dat liever 1 keer in het half jaar willen zien of zo. Dat we 2 afleveringen maken, dat verspreid over het jaar wordt geüpload. Of dat we dat gewoon niet doen. Want het gaat er maar zo. Ik pak even mijn schrift erbij. En die hond is heel hard aan het blaffen en dat is heel irritant. Het is het verhaal van de 5. En dat zijn zeg maar 5 verschillende paarden. En 1 daarvan is Galaxy. En die kan je met Star Stable in dat ding maken. Je hebt Storm. Dat is het magische blauwe paard dat ik heb. Blue Fire. En dan heb je Ice. Die zorgt voor de sneeuw. Galaxy voor de sterren. Storm voor het weer, zeg maar, van de wind. Sunny zorgt voor de zon. En Luna voor de maan. Maar, zeg maar gewoon even of jullie dat willen. En deze video is niet zo heel lang. En Lily is heel stil. Zeg maar even of jullie dat willen. Maar deze video duurt niet zo lang, want morgen komt er een uitgebreide video. Want dan is het 1 april. En dan heeft Star Stable vast wel weer een grap bedacht. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze zeer korte video. En vergeet niet te abonneren, want als je hebt opgelet in de vorige video en hem helemaal hebt afgekeken, heb je mij horen zeggen dat we bij de 100 abonnees gaan livestreamen en een fandag hebben. Yay! Oké, bedankt voor het kijken. Doei!